De nieuwe uitbraak van de vogelgriep toont de enorme kwetsbaarheid aan van de pluimveesector. Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt, zo, dat je zo hard in wezen gestraft wordt. De Nederlandse pluimveesector dan, die verkeert in angst. Door de uitbraak van vogelgriep bij een aantal bedrijven is de hele sector in gevaar en dat kost heel veel geld. Jeroen, je hebt de cijfers. Ja, in Nederland leven 105 miljoen pluimveedieren, kippen, kuikens, eenden, kalkoenen ook. Daarmee verdienen heel veel bedrijven hun brood. 2160. En dan gaat het om legbedrijven, broederijen en vermeerderaars, vleeskuikenbedrijven en ook kippen- en eendenbedrijven. De sector had in totaal in 2013 een omzet van 1,5 miljard euro. Door de vogelgriep lijkt de sector flinke schade. Vorige week is op meerdere pluimveelocaties in Nederland vogelgriep aangetroffen. U weet dat. Dat gebeurde eerst in Hekendorp, daarna Ter Aar. En daarna op twee locaties in Kamperveen. En het gaat bij al deze besmettingen om de H5N8 variant van de vogelgriep. En volgens onderzoekers is de kans het grootst dat wilde vogels dat virus hebben verspreid. Nou, er werd meteen vanuit de overheid een vervoersverbod voor heel Nederland ingesteld. Het verbod duurt zeker 72 uur na elke besmetting. En dit weekend werd ook een eendenbedrijf in Barneveld preventief geruimd. En de overheid besloot om Nederland in te delen in 4 regio's. Vervoersregio's worden die genoemd. Alle vervoer van kippen, kuikens, mest en eieren, die moet binnen de grenzen van zo'n regio gebeuren. Dankjewel, Jeroen. Het blijft de komende 3 weken verboden om nieuw pluimvee zoals eendagskuikens te leveren aan fokbedrijven. En dat heeft dan weer grote financiële gevolgen voor pluimveehouders. Job van Steenbergen is vermeerderaar. Zijn moederkippen leggen bevruchte eieren, die hij vervolgens verkoopt aan broederijen. Maar de broederijen mogen de kuikens die uit de eieren komen de komende 3 weken niet leveren aan hun klanten. Door de maatregel zijn Van Steenbergens broedeieren, op ons verzoek door hem gefilmd met een smartphone, waardeloos geworden. We kunnen gewoon eigenlijk geen kant met onze eieren op. En dat, ja, dit, met de huidige productie kost dat aan verlies aan eieren ongeveer een kleine 45.000 euro in de week. Vermeerderingsbedrijven die hun eitjes niet meer kwijt kunnen, gaan gewoon omvallen, die gaan failliet. Broederijen die geen productie meer kunnen draaien, gaan failliet. Elke dag is gewoon verlies. En we kunnen best omgaan met verlies. We nemen onze verantwoordelijkheid iedere dag en daar werken we keihard voor. Maar dit zijn maatregelen die veel te ver gaan en die ons gewoon de kop kosten. De eendagskuikens van de broederijen worden normaal gesproken afgenomen door pluimveehouders als Marco van Beek. Hij fokt ze op tot kippen die rijp zijn voor de slacht. Dat is hier over 2 weken. Vanwege het bezoekersverbod filmt ook Van Beek deze beelden zelf. In dit bedrijf zitten er 165.000. Wij noemen dat de bofkippen. Voor mijn bedrijf is het grote probleem dat zodra we onze kippen hier over 2 weken hebben afgeleverd, dat we geen nieuwe kuikens mogen ontvangen. Terwijl de eieren waar die kuikens uitkomen nu al in de broederij hier in de omgeving in de broedmachine liggen. En die zullen dan vernietigd moeten worden. Een broederij mag vandaag wel eendagskuikens door het land rijden naar bijvoorbeeld Duitsland of België. Maar hij mag zijn kuikens niet naar de buurman brengen die toevallig vleeskuikens heeft. Vindt u ervan? Ja, ik vind dat vreemd. En dan druk ik mij nog zachtjes uit. We kunnen wel overtrokken maatregelen treffen, maar ik denk dat we moeten het oplossen waar het probleem zich voordoet. En verder zal het leven toch gewoon door moeten gaan. Want het is gewoon een virus dat komt in de natuur voor. En daar hebben we mee te maken. Het vogelgriepvirus is aangetroffen bij legkippen, niet bij slachtkippen. Die worden de eerste weken van hun leven 2 keer geënt tegen pseudo-vogelgriep. Overigens een variant van het huidige virus. Het feit is dat ook in het verleden nooit vogelgriep is aangetoond op een vleeskuikenbedrijf. Dus, en het is nou juist die tak van de pluimveehouderij die keihard geraakt wordt door het stilleggen van de aanvoer van kuikens. Dat betekent dat de bedrijven uiteindelijk leeg komen te liggen. En dat in de hele kolom niets meer gebeurt. Zowel Van Steenbergen als Van Beek worden in 2003 keihard getroffen door de vogelgriep. Bij Van Beek worden 70.000 kalkoenen geruimd. We hebben een hele slechte schadevergoeding gehad op dat moment. En wij hebben toen dat jaar een verlies gedraaid van meer dan 500.000 euro. En dat was voor een jong bedrijf
bijna de doodsklap. We hadden toen 27.000 dieren, die zijn allemaal geruimd. En hoeveel geld er toen gekost heeft, de directe kosten werd gecompenseerd met de gevolgschade, die leden we wel. Maar een bijkomend effect was dat daarna waren we onze exportmarkt kwijt en het jaar daarna was eigenlijk nog slechter. Maar ook nu lijkt er al sprake van gevolgschade. Nou, ik heb een hele goede maat, die exporteert onze kippen naar het buitenland. En die noemde vanmorgen dat hij bijvoorbeeld Zuid-Afrika voor 3 maanden alle grenzen dichtgooit om deze maatregelen. Wij pakken het rigoureus aan. De bedrijven die besmet zijn, worden geruimd. Er wordt een ring omheen gelegd van 3 tot 10 kilometer. Daarin wordt gescreend. En dat is een adequate aanpak. Daarmee rem je het virus. Maar het kan niet zo zijn dat een bedrijfstak die nog nooit besmet is geraakt met het virus, dat die nu zo keihard geraakt wordt. Ja, maar een ton ben je zo kwijt. Een ton ben je zo kwijt. Ja, we weten nog niet de oplossing daarvoor. Nee, het is echt een drama wat nog niet te overzien is. Als er een paar dagen geen uitbraken zijn, dan moet er gewoon doorgedraaid worden. Want anders maken we onnodig veel geld kapot. Die kost de vleeskuikenhouderij. Ja, het is dramatisch om te zeggen de kop, maar er gaan grote klappen vallen. Dat weet ik zeker. Het ministerie van Economische Zaken voert overleg met de sector over compensatie. En bij mij Erik Hubers, welkom. U bent de voorzitter van de vakgroep pluimveehouderij van LTO Nederland. In strafcontact op dit moment met de staatssecretaris Dijksma natuurlijk hierover. Eerst maar eens, u zit zelf in IJsselstein, Limburg, en heeft kippen daar, een kippenbedrijf? Ik heb een legkippenbedrijf met scharrelkippen en vrije uitloopkippen. Hoe groot is de angst bij u, want in het gebied bij u is nog niks geconstateerd, dat het ieder moment ergens kan landen, die ziekte? Ja, de angst zit er goed in, omdat we de besmettingen die we gezien hebben, die kwamen eigenlijk als het ware uit de lucht vallen. Er was ook geen contact tussen de besmette bedrijven. Dus ook de nieuwe besmettingen die waren des te angstaanjagender, omdat ze eigenlijk ook weer uit de lucht kwamen vallen. Dus in die zin ben je angstig dat het ook bij jou kan gebeuren. Maar wat we wel gezien hebben is dat de besmettingen in waterrijke gebieden waren, waar ook heel veel watervogels rondvliegen. Ja, en er is toch een heel sterk vermoeden dat die watervogels, waarvan we weten dat ze het virus bij zich kunnen hebben zonder ziek te worden of dood te gaan, dat zij die besmettingen daar gedropt hebben. Maar het merkwaardige is dat de getroffen bedrijven, daar zit al het vee, zit binnen. Hoe kan dat dan? Nou ja, dat is voor ons ook een raadsel, omdat we de afgelopen jaren een reeks van besmettingen hebben gehad met laagpathogeen vogelgriep. Dat was telkens op vrije uitloopbedrijven en 1 keer op een gesloten kalkoenenbedrijf. Dus nu we de besmettingen zien op gesloten bedrijven, daarmee zit de angst er wel goed in. Ja, ik zei al, u spreekt steeds met de staatssecretaris hierover. Die heeft u gisteren gesproken en vandaag ook op het ministerie gesproken. Morgen spreekt u haar weer. Nu hoorden we haar net in het nieuwsoverzicht zeggen van, nou, ik probeer een constructieve oplossing te vinden om de getroffen mensen te vergoeden op de een of andere manier. Heeft u er vertrouwen in dat dat goed komt, met die toezegging van de staatssecretaris, als het dat al is? Ik heb daar zeker vertrouwen in, omdat we vandaag daar een heel constructief overleg gehad hebben met de DG Agro, dus de hoogste ambtenaar op agrarische... De directeur-generaal. Precies, de directeur-generaal. En er wordt gezocht naar een goede vergoedingsregeling voor met name de 3 dagen standstill op de kuikenboerderijen en de week waar we nu in zitten, omdat de kuikens vanaf die boerderijen niet naar de bedrijven mogen worden gebracht. En ook de broedeieren die daar dus mee gemoeid zijn, die zullen op een of andere manier vergoed moeten worden. Want de bedragen zijn astronomisch voor de getroffen pluimveehouders, die we ook in de reportage zien. Nou ja, die broedeieren, dat zijn hele dure eieren. En die zien we dus nu dat die als bevruchte eieren niet kunnen worden gebruikt om nieuwe kuikens van te maken. En dan moeten ze worden afgewaardeerd voor technische producten, wat een hele lage prijs opbrengt. Dus dan is dat een enorme schadepost voor met name die bedrijven. Nederland is verdeeld in 4 regio's. Werkt dat, wat u betreft, om dit soort ziektes tegen te houden? Het is een goede maatregel, omdat we hebben in Nederland een paar concentratiegebieden waar heel veel pluimvee zit. Ik zit zelf in De Peel, dat is ook een concentratiegebied. En dan heb je de Gelderse Vallei. In 2003 was daar echt een rampscenario op het gebied van vogelgriep. En dat is ook een concentratiegebied. En de regionalisatie die helpt dat we in ieder geval geen virus verslepen van het ene concentratiegebied naar het andere. Dus in die zin is het een goede maatregel. Er zit wel een enorm probleem aan vast op dit moment. Als je kijkt bijvoorbeeld in De Peel, dat is Brabant en Limburg, waar ik ook woon, daar is de productie van vleeskuikens erg groot, terwijl we bijna geen slachterijen hebben. Dus de vleeskuikens die groeien iedere dag door. En we kunnen ze eigenlijk niet snel genoeg naar de slachterij brengen. En dan, wat gebeurt er dan als u ze niet naar de slachterij kunt brengen? Nou ja, we moeten ze er naartoe brengen, want ze groeien zeg maar iedere dag door. Het probleem wordt ook iedere dag groter. Dus het is ook een oproep aan het ministerie om een oplossing te vinden.
dat we door de regionalisatie niet een ander probleem creëren. Maar de regionalisatie aan zich is echt een goede maatregel. Ja. Nog heel even, morgen spreekt u dus met de staatssecretaris. Hoe snel moet er wat u betreft een oplossing gevonden worden om deze mensen die nu in de problemen zitten te helpen? Hoe lang kunnen ze dit volhouden? Nou, ik denk als er een oplossing komt, dat het niet op een paar weken komt, als er maar een uitzicht is op een vergoeding. Maar wat veel belangrijker is, dat als we de maatregelen die nu gelden, die zijn gisteren afgekondigd. En dat was toen we nog in paniek waren van we hadden nog een aantal verdenkingen waarvan we nog niet wisten of het positief of negatief was. Inmiddels zijn al die verdenkingen vandaag gelukkig negatief uitgepakt. En vandaag zijn er ook geen nieuwe verdenkingen. En daarom pleit ik ervoor, als nu de komende dagen de situatie rustig blijft, dat we die 21 dagen niet vol gaan maken, maar dat we na deze week die toch wel maatregelen die een enorme impact hebben, snel af gaan bouwen. Oké, duidelijk. Erik Hubers van LTO Nederland. Dank u wel voor uw komst.